Jong FC Groningen ontvangt voor de tweede thuiswedstrijd van dit seizoen op Sportpark Corpus Den Hoorn Jong FC Dordrecht. De beloften van de FC hebben 4 punten uit 2 duels na winst op Fortuna Sittard en een gelijkspel tegen VVV Venlo. Dordrecht staat na 3 wedstrijden op 3 punten. Jong FC Groningen speelt tegen FC Dordrecht met Genero Zeefuik in de spits, Michael De Leeuw op 10 en Lorenzo Burnett op de rechtsbackpositie. Vanaf het begin is het eenrichtingsverkeer richting het doel van FC Dordrecht-keeper Robert de Loeken, die vorig seizoen nog onder contract stond bij Veendam. Hij voelt zich op zijn gemak in het noorden, want hier verricht hij een redding op het schot van Hilal Ben Moussa. En dat zal niet de eerste redding van de Loeken zijn, al heeft deze toeschouwer daar geen oog voor. Dit is de 9e minuut, een vrije trap van Adorján, die tamelijk eenvoudig gered kan worden door de Loeken. Collega doelman Marco Bizot ziet hoe de Loeken zijn doel schoon weet te houden. En dat lukt hem ook in de 19e minuut bij dit schot van Ben Moussa. FC Groningen moet het in de eerste helft vooral van afstand schoten hebben. Sommige dingen ontstaan ook gewoon. Hè? Dus die schoten van afstand waren ook veelal vanuit de vallende bal, afvallende bal. We zijn gewoon dominant op hun helft geweest. We hebben het spel gemaakt. We hebben vanuit verschillende aanvalspatronen kunnen spelen. Ik vind dat het spel voor de goal nog wel verbeterd kan worden. Maar over de intenties van ons spel was ik zeer zeker tevreden. En dit is na een half uur een goed moment van Burnett. Hier gaat hij richting het centrum om met zijn sterke linkerbeen te kunnen schieten. Een schot waar de Loeken nog moeite mee heeft. Joël van Nief ziet vanaf de kant het duel tussen FC Groningen, de club waar hij onder contract staat, en de ploeg waar hij dit seizoen op huurbasis vooruitkomt, FC Dordrecht. Met een stand 0-0 gaan de ploegen de tweede helft in, met opnieuw afstandsschoten, deze keer van Hiarie en opnieuw de redding van de Loeken. We hebben het er ook met elkaar over gehad. En, nou ja, zoals je ook vandaag hebt gezien, de intenties waren aanwezig, het tempo was goed, de beleving was goed. Ja, dan moet je gewoon even het geluk hebben dat zo'n doelpunt wat eerder valt. Kijk, en dan ga je wat makkelijker voetballen. In de tweede helft komt Emil Johansson aan de linkerkant steeds meer op. Goede voorzet deze keer. En de kopbal net over het doel van Zeefuik. Terwijl het is gaan regenen blijft FC Groningen op zoek gaan naar een treffer. Adorján probeert het met een individuele actie. Stuit op de Loeken, die de inzet van invaller Arjen Hagenau ook weet te keren met zijn linkerbeen. Even later is het weer droog en heeft FC Groningen nog zo'n 10 minuten om wat aan die 0-0 stand te doen. Hier komt Adorján in balbezit. Goed schot. Maar weer staat de Loeken goed opgesteld. En zo wordt de keeper van Jong FC Dordrecht een plaaggeest voor de spelers van FC Groningen. Tot de 86e minuut. Dit is Zeefuik. En hij schiet heel beheerst met links FC Groningen na een 1-0 voorsprong. Het is geen verrassing dat juist Zeefuik de maker is, gezien zijn eerdere goals tegen Go Ahead Eagles, Ajax en Be Quick. En zo is huisfotograaf Erwin Otten blij dat hij niet voor niets de regen heeft getrotseerd. Jong FC Groningen staat dankzij de zege met 7 punten uit 3 duels op de 3e plaats in de beloftecompetitie Divisie A. Goeie start, dus laten we ons richten op Volendam. Pas over 2 weken, maar volgende week een goede oefenwedstrijd tegen Bayern Leverkusen. Dus houden we wel mooi ritme en dan kunnen we gewoon goed doorbouwen naar de topvorm.